Net voordat ik wegging voor deze heerlijke wandeling hier even naar mijn favoriete natuurgebied, direct bij mijn huis in de buurt, werd ik gebeld. En iemand belde mij met een vraag over de Shiatsu-opleiding aan Shiatsu Academie Nederland. En ze zei, ja, ik heb een paar vragen, want ja, ik ben al 70 jaar. En kan ik dan nog wel deelnemen? En hoe zit dat dan precies? En nou, ik moest wel even lachen, want het is natuurlijk niet alledaags dat iemand van 70 je belt om te vragen of ze kan deelnemen aan een beroepsopleiding. Maar we raakten aan de praat en ik zei tegen haar van, goh, wat leuk dat je interesse hebt en wat is je doel met deze opleidingstijl dat je zou instappen. En toen zei ze, ja, het interesseert me gewoon ontzettend. Ik vind het ontzettende mooie, wonderlijke materie. En ik ben 70, ik heb nu tijd ervoor om het te leren, ben niet meer aan het werk. Dus ja, er is eigenlijk ruimte om dit te gaan doen. Maar, zegt ze, ik zeg, en wat is je maar dan? Mijn man die wil het niet, zegt ze. Ik zeg, hoezo wil je man het niet? Ja, mijn man die zegt van, je bent nu al 70 en je bent oma. En geniet nou eens van je kleinkinderen en je moet het rustig aandoen. En ga nou niet weer aan de zoveelste training of opleiding beginnen. Doe nou maar eens gewoon rustig en tevreden. En toen zei ik tegen haar, en hoe is dat dan voor jou? Luister je dan naar je man of luister je naar het verlangen in je hart? En toen was het even stil en toen zei ze, ja, ik laat me toch wel vaak leiden door wat hij zegt. En het mooie is, lieve kijker, dat niet alleen deze dame dat doet, maar dat heel veel mensen dat doen. Ze voelen een verlangen of een wens in hun hart. Dan gaan ze dat uitdragen en dan komt er weerstand van de buitenwereld. En vervolgens laten ze zich door die weerstand van de buitenwereld afremmen. Nou, en dan komen we op een kracht in de natuur. Als we dan kijken naar wat het houtelement is, moet je eens even kijken. Ik zit hier vlak bij mijn huis en dan loop ik een kwartiertje en dan ziet het er zo uit. De kracht van de natuur. Ik schrijf er nu natuurlijk volop over. Maar de kracht van de natuur laat zich niet beknotten. De natuur groeit gewoon. En onze ware natuur, dat wil zeggen wie we zijn, onze authenticiteit, onze potentie, onze wensen, onze verlangens, die willen ook tot bloei komen. Die laten zich ook niet afremmen. Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook al word je nog zoveel afgeremd van buitenaf, zorg er dan voor dat je in contact blijft met wat jij voelt in jouw hart. En volg dat op. Want als je de vuurenergie, en die komt vanuit je hart, als je die durft te volgen, samen met de creatiekracht van water. En ik ben hier omringd momenteel met water. Als je in het vertrouwen van water kan stappen en de angst achter je kan laten en wat iedereen van jou vindt achter je kan laten, moet je dan eens kijken wat er dan met jou gaat gebeuren. Ik hoop dus dat je je geïnspireerd voelt om, ja, wat het ook is, wat jouw verlangen ook is, groot of klein, dat je daar gevolg aan geeft. En als je dat doet, als je daar gevolg aan geeft, dan gaat alles makkelijk. Dan gaat het moeiteloos. Bijna zonder inspanning. Dat is de kracht van hout en dat is de kracht van de natuur. Ik wens je een fantastische, mooie, zonnige meimiddag.